Family Bridge. Bedankt voor het klikken op deze gloednieuwe video, buddies. Vandaag ga ik jullie leren en laten zien hoe je beter kan worden in solo arena. En hoe je elke sappige noobie met gemak kwijtstuurt naar lobbyland met één hele simpele truc. Maar voordat ik dat ga laten zien en vertellen aan jullie, moeten jullie met z'n allen deze video liken. 4000 likes. 4000 likes op deze video's. Morgenochtend om 7 uur weer een goed nieuwe video online. En ben je nog niet geabonneerd en lid van de Kiamati Family? Klik dan met je vinger op het abonneerknopje en word alsjeblieft gratis lid van de Kiamati Family. Want wij gaan voor de 370.000 abonnees en gebruik code kwijt in de Fortnite item shop. Spam allemaal in de comments code kwijt. Gewoon om het kan. Ik wil alleen maar in de comments 1000 reacties zien met code kwijt. Code kwijt, 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 kwijt. Ik moet even recht hier zo naar mijn scherm kijken om het aan jullie te laten zien. Zoals jullie hier zo beneden zien, heb ik een pump en een drum shotgun, of hoe je dat ding ook noemt. Een primal shotgun, een drum. Ik noem het gewoon een drum shotgun. Een pump en een drum shotgun, ja? Heb ik in mijn inventory. Dit is gewoon zo simpel. Luister wel goed. Kijk wat ik doe, ja? Oké, ik ben gewoon lekker aan het farmen. Ik heb al 2 kills bij erbij, ja? Ik hoor een sap genoobie. Ga hem niet builden, feiten. Ga je mets aan hem niet verspillen. Dit is zo makkelijk om dit te doen. Je moet die sap genoobie laten denken dat jij de zwakke bent. Dat je hem de high ground geeft. Dat hij de high ground. Laat hem confident voelen. Laat hem zich sterk voelen. Tot hij wordt verrast. Let heel erg goed op. Gelijk inboxen, ja? Gelijk inboxen. Let heel erg goed op wat ik doe. Ik wacht tot hij voor mijn box komt. En dan ga ik of via links hem konen. Of gewoon van de voorste muur hem konen. En wanneer ik hem heb gekoond, is hij kwijt. Je moet proberen zo dicht mogelijk bij hem te komen. Let goed op. Ik wacht hem geduldig af. Oké. Babop. Hij is gekoond. Hij heeft wel heel erg snel een muur kunnen bouwen. Heel erg simpel. Kijk wat je moet doen. Wachten. Waarom edit je OPS sappig genoeg? Je bent kwijt. Je bent kwijt. Maar is nog niet klaar, let op. Deze shotgun is zo eerlijk. Inderdaad, zo eerlijk. Deze shotgun is veel te overpowered. Kijk, er komt nu een nieuwe enemy pushen. Laat hem denken dat jij een pump hebt en niet deze shotgun. Dus switch van je AR naar je pump. Van je pump naar je AR. Van je AR naar je pump. Zodat hij denkt, oh, hij heeft een pump. Dus ik ga hem even replacen. Tot hij wordt geconed en ik ineens deze shotgun eruit trek. Dat verwacht hij nooit, let op. Ik hem en ik spring erin. Oké, ik hoor hem al komen. Ik hoor al eentje komen. Kijk hoeveel mats ik heb. Ik heb zoveel mats, maar ik ga mijn mes niet verspillen. Ik ga geen high ground krenken. Ik ga gewoon weer in mijn box. Let goed op, hij komt. Maar dit keer ga ik niet van voor, dit keer ga ik van links. Let heel goed op. Kijk. Babahop, gekoond. Nu ben je kwijt. Nu ga je kwijt naar de lobbyland. Ben je klaar om terug te gaan naar de lobbyland? Naar je sapgenobby, Matties? Nee, hè? Pa. 2 seconden. 1, 2. Hij is kwijt naar de lobbyland. Family Bridges. Zo simpel is het. Oefen deze truc en iedereen gaat kwijt. Oefen ook die truc. Dat je zeg maar, als een box leeg is. Ik laat het nu even zien. Zo, bam. Oh. Juist, als een box leeg is, zet een cone ervoor, zet die trap erin. Dan kan die enemy helemaal niks. En dan, weet je toch, kan je hem kwijtsturen. Ik heb nu, na een hele lange tijd, een solo arena potje voor jullie. Ik heb na een hele lange tijd geen solo arena potje geüpload. Vandaag heb ik een solo arena potje voor jullie, waarin ik iedereen, maar dan ook iedereen kwijtstuur. Facemonger al classic daar, trap in die box daar, headshot daar. Kwijt daar, in de Fortnite item shop. Ik ben echt kwijt, man. Dus kijk deze video als je helemaal af. Als jij goed wil worden in Fortnite. En vooral beter wilt worden in dit seizoen de meta. En dat was het eigenlijk. Geniet van deze video. Ik hou van je, maar dit is... Boys. Mannen hebben al die gekke shotgun, bro. Wat moet ik nu doen, hè? Helemaal niks. Oh, hij heeft die gekke shotgun. Ik moet hem lekker catchen wanneer hij aan het reload is, man. Wanneer hij aan het reload is, moet ik erin. Ik heb tenminste een nieuwe shotgun.
Deze shotgun heeft zo'n verschrikkelijke delay, ja. Ik schoot gewoon daarop, maar die shotgun die schoot gewoon niet, bro. Door die gekke delay van deze gare shotgun. Verschrikkelijk. Deze guy helemaal tryharden, bro. Ik doe lekker 5. Nee, hij is dood. Lekker voor je. Ja. Hij is geboompout, lol. Ha. Ha. Lol. Oh, dat is een bikkel op het dak. Maar hij schoot iemand. Oeh, is dat iemand? Ja, daar is iemand, lol. Hé, hey, niet wegrennen, bro. Kom man. Niet wegrennen. Ik kom wel halen, baby. Kom, baby girl. Don't you run. Hé, hey, baby girl. Don't you run, baby girl. Moet kwijt. Moet gewoon kwijt, helemaal brand. Jetja, jetja. Zal hij die Big Pot al gezien hebben? Ik denk het niet. Hey. Hey. Die shotgun is zo slecht aan die makeshift shotgun. Twee shotgun bullets, dodge damage en hij doet gewoon. Die Big Pot is gezien. Oh, ik ben kwijtgestuurd, bro. Ik ben kwijtgestuurd, nou. Je hebt hem niet gehaald. Met deze gare makeshift shotgun. Ik moest me eigenlijk gewoon een soort van pre-fire, omdat, hè. Shotgun heeft een gekke delay, anders raakt hij mij eerder dan dat ik hem raak. Oké, nu moet ik dit ding echt gaan upgraden, man. Hey, het is alweer lange tijd geleden dat ik een lees ben geland, family. Even serieus, hoe lang geleden is het nou weer dat ik een lees ben geland? Ik was niet aan het opletten en ik sprong gewoon en toen zag ik lazy en dacht ik yolo, let's go. Want normaal land ik hier echt nooit, jongen. Ik hou liever bij Rito, Sweaty en Holy. Maar geen stress, bro. Ik kan overal overleven, snap je? Gooi me daar, gooi me daar, gooi me daar. Ik zie alsnog die mannen kwijt. En kijk eens, hij heeft die bikkel niet ingenomen. Iedereen kwijt, maar die mannen gaan kwijt, man. Terwijl het hier zo druk was en ik had zo'n skip landing. Had nog heb ik iets van kunnen maken. Mijn bed is en daar gaat het. Oké, nu moet ik even echt onderdelen gaan maken. Hey, daar is iemand. Oh shit, nee, dat is die rook van die auto. Lol. Ik heb er 3. Wow. Craft. Kibim. Pauw, dankjewel. Dankjewel. Nu nog minis en ik zie daarom minis en ik zie ook een mooie groene jaar, dat is heerlijk. En een autopart, dankjewel. Dan pakken we eerst deze. En dan pakken we deze. Dan pakken we de mat. En we zijn chilling boys. Ja toch? We hebben de goede route. En nu pakken we een waggy. En we zijn gone for me, brother. We're gone loose. Don't think you're getting me. Yeah. Ik ga even langs mijn hometown. Langs mijn homies. Langs Rito Row. Even gedag zeggen. Even kijken of de mannen hier zo aanwezig zijn. Even gedag zeggen tegen mijn homies. Bredes. Is er iemand thuis, Bredes? Is er iemand hier zo? No way, Matty. Alles goed, Matty. Alles goed, Matty. Matty. Oh, ik heb een fall damage, lol. Ik ben zo koud en slecht ook. Ik ben echt wel bezig met hem, ik ben aan het kloten, man.
happy. Ik weet echt niet waar ik mee bezig ben, maar ik ben echt zo slecht. Oh shit, auto komt. Sukkel eraan. Nou, het is al laat, family. Het is al. Het is al nacht. En daarom dat ik niet al te serieus speel. Ik ben echt aan het kloten. Ik neem de building fight niet serieus. Ik neem mijn aim niet serieus. Dus ik schiet gewoon zomaar. Weet toch gewoon van, oh, als ik hem raak, dan raak ik hem wel. Laat mijn auto. Ik wat doe ik hier in Rito? Ik moet gewoon in de zon gaan. Ik nam die fight niet serieus. Als ik die fight serieus had genomen, was hij allemaal dood. Gewoon nog onnodig hard geraakt en duurt nog onnodig lang. Maar ik ben moe, maar het is nacht en ik wil gewoon grinden. Weet je toch voor jullie? En gewoon punten grinden en gewoon video's grinden voor jullie. Dus ik ben gewoon actief, Brett, daar. Weet je toch, ik had vandaag een beetje druk. Ik was niet thuis. Snap je? Dus ik kon helaas niet overdag in de middag spelen met mijn Bretta's. Dus het is nu late night en ik ben gewoon aan het grinden, want er moet dagelijks gegrind worden, Bretta. Snap je? Die zeven genoeg moeten dagelijks kwijtgezet worden. Yeah. Dus misschien ben ik daarom nu niet de snelste, de beste en de scherpste, maar het maakt niet uit. Ik zie alsnog iedereen kwijt en je kunt alsnog weer van leren. Pop, 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 pop! Wat is dit? Nope. Hey, er nog iets beneden. Yep. Nou, een beetje met zakken, want ik heb geen mens. Ik heb meer zin om mes te hakken. Maar laat me deze mes een beetje hakken. Want normaal heb ik die sap kunnen bestrijden van mij. Laat me deze een beetje hakken en dan ga ik die auto pakken en dan pak ik die perls en ben ik weg gaan los hoe bret daar. You know, shing, ben ik kwijt, ben ik kwijt, ben ik kwijt. Oké, nu heb ik goede mets. Nu heb ik wel een redelijke mets, ja toch? Is nog een beetje ijzer. Een beetje metal. Hey. Hey. Ik krijg zomaar een metal port. Hey Matti, wil je fighten? Hey Matti! Ah, koude nog, laat maar. Ik wil die barrels pakken, maar die hebben we al gepakt. Oh, daar liggen nog minis, die kan ik wel pakken. Nee, ik ga eerst in pushen. En dan pak ik die minis wel. Ik denk, waarom skipt hem? Hij gaat gewoon vol die barrels. Jongens, ik laat je wel even fighten, ja? Doe maar jullie dingen, jongens. Ik kijk wel gewoon toe. Ik wil jullie niet echt storen ofzo, weet je toch? Ik wil jullie gewoon je ding laten doen. Let maar niet op mij, jongens. Ik wil niet die gozer zijn die aan de party, snap je? Lekker jongens, oké. Hey, nu kom ik eraan, ja? Is goed bro, nu kom ik eraan. Hier, heal maar even. Heal. Ben je gek? Trap in je box. Hoezo rij je maar weg bro, wat is er met deze man? Ik wil dat je dat doen bro, ik ben daar niet gesteld ofzo. Je bent kwijtgespuurd. Zag je die Mongrel Classic bro, hij is kwijtgespuurd en Lovinant. Ik liet je nog lekker hier, lekker fighten. En dan ben je kwijt. Yeah. See, ik keek gewoon toe, family. Ik liet ze gewoon rustig fighten. Weet je, ik wou nu diegene zijn die zou gaan turnpartyen. En zeg maar, alle tweede kills zou gaan stelen. Omdat ze allebei zo weak zijn. Nee, Mattie. Vecht gewoon lekker uit. Ik kijk lekker toe. En wanneer ik klaar ben. En wanneer ik klaar ben, geef ik je even de tijd om te healen. En dan push ik jou, weet je toch. En ja.
Dat is van deze family, wat zo ben ik? Snap je? Snap wat ik bedoel? Hij wil ook ooit op een dag een sappige Ruby Destroyer worden. Maar dat is niet zo moeilijk. Je moet gewoon abonneren op de King Almighty Family. En dan ga je Fortnite skill levels met 100 skill levels omhoog. En dan word je automatisch een sappige Ruby Destroyer. Ja, ja. En dan komen alleen maar in de lobby met sappige Ruby en ze allemaal kwijt. Oké, family, bro. Nu gaan wij nu pushen, bro. Het is al lekker laat. Ik gooi net even een losse Facebook Rock Classic eruit. En jullie zagen het. Hij ging kwijt. Hij heeft het niet gehaald. Code kwijt in de volgende itemshop. Wow, was dat? Oké, ik wil dat eigenlijk wel pushen, maar ik ga toch maar liever naar de cirkel. Want ik heb geen zin om te gaan stormfighten, aangezien ik helemaal niks zie in de storm. En ik heb geen medkit ofzo, dus ik heb geen groene healing, bandages of wat er ook. Dus ik ga gewoon lekker naar de storm en dan push ik daar wel iemand en dan holt ik die mensen gewoon. Oh, ik heb lekker al 3 big ones, oké. Zo, ik heb echt goede loot, joh. Ik heb echt hele goede. Misschien zou ik mijn SMG moeten droppen voor groene links. Die bench bijvoorbeeld. Maar ik neem mijn SMG gewoon mee. Ja. Ik versta de bush gewoon voor geen meter, family. Ik ben een beetje getraumatiseerd door bushes. Dus ik vertrouw het voor geen meter. Oké, daar ga ik niet heen. Oké? Dat is gewoon off limits. Ik ga daar niet fighten. Oké? Want er zitten altijd sappige noobies in die huis te campen. En. Oké, hier is één. Ja, Simon zei ik, je zit in die huis te campen en dan is hier zo eentje. Zie je, jongens? Wat ik zeg is facts. Kijk, hij loopt gewoon niet zo in deze huis te campen, is best. Wow! Hij heeft mijn max damage! Hij heeft mij gewoon max damage! Wat? Wat hit hem mij? Er is nog één. Loop gewoon met z'n tweeën te campen. What the heck? Wat? Ik schrok. Hij heeft ineens een paar pup. Ik schrok. Bro, niet doen, niet doen. Niet doen, bro. Niet doen, niet doen, niet doen. Je gaat niet halen, oké? Je gaat niet halen. Kom je niet met die gekke shit in mijn face? Jullie campers, jullie sappige noobies. Zie je, dat is wat ik bedoel met verdwaalde sappige noobies. Wat is dit? Is dat een flopper daarin? Hey, Floppy. Die Floppy gaat mee. Oké, daar is er eentje. Maar ik ga niet bij de spy lopen vechten. Want zoals jullie zo net zagen, lopen ze allemaal in die huizen te campen. En in sommige huizen kan je geen muren bouwen overal. Dan moet je eerst iets kapot hakken en dan kan je niet meer bouwen. Maar we gaan toch naar één, want ja, ik hou van risico in mijn koppen. En misschien ga ik niet dood, ja? Als ik nu doodga, family, dan speel ik jullie morgen, ja? Oké, okay, als ik nu gewoon doodga, ben ik gek, ciao. Hoi. Loop nou niet te schieten op mij, bro. Doe dat nou niet. Oké, wie met mij wil komen fighten, moet even hier naar boven komen. En dan kunnen we gewoon lekker fighten met elkaar, ja? Oh, ja, dat was het. Oké, ja, ja. Oké, jongens. Push mij, kom maar. Waarschijnlijk wordt ik volgende third party, fourth party van elke zipline niet zo mogelijk. Oké, welke best is gewoon het op mij? Die ga ik vol pushen. Ik zie ze lopen in die huis te fighten, maar dat wil ik helemaal niet, family. Word je zo makkelijk geturpaard door campers, daar heb ik geen zin in. Ik ga niet in die huis lopen fighten. Ik ga niet doen wat die campers willen. Oh, dan krijg ik nog een zone. Ik ga niet doen wat die campers willen. Jullie blijven maar lekker daar beneden fighten in die huizen. Oké? En ik zie wel mijn moving zone. Ik ga gewoon weer lekker mijn base in. En als iemand naar boven komt, oké? Dan smaakt hem wel. Nou, ik ga gewoon lekker mijn base in, family. Ik ga niet stressen om deze mensen. Ik ben echt half aan het slapen, joh. Oké, heeft iemand lef om een zipline te pakken? Kijk, dit is zo lekker, hè. Er zijn geen snipers in de game. Geen snipers! Snipe mij dan, bastards. Kijk, ik kan nu gewoon lekker dit doen. Ik kan lekker schieten, want er zijn toch geen snipers. Ik kan gewoon lekker zo kijken. Ik kan alleen maar gelezen worden in de AR. Maar ja, dat is alleen als je code kwijt gebruikt en voor een eitje en de King of Mighty inbot hebt. Kijk, nu kan ik gewoon lekker dit doen. Dan is hij lekker aan het fighten. Gewoon een beetje prayen. Lekker irritant doen. Ja, wacht. Deze onze best moet uit die huizen komen. Want ik wil ze pushen, maar ik wil niet in die huizen gaan lopen fighten. Dat vind ik een beetje sketchy. Daarom land ik hier ook nooit. Kijk, zie je? Dit kan je normaal gesproken niet. Volgens mij zou je dit nooit kunnen doen. Dan zou je zo gesnijpt worden. Heet ik die ijzer ding wel? Voor mij heet ik het niet. Jongens! Woehoe. Oké, daar is een enemy. Oh, die moet lopen. Oh nee, hij is daar niet meer, lol. Waar is hij nou?
Waarom denken jullie dat hij is, Bradys? Nou, ik wil nu deze potje winnen ook. Zijn nog twee stappen genoeg, jongens? Wil misschien die laatste best gaan buildfight, denken jullie? Ik ga die laatste persoon proberen te buildfighten. Ik ga even de 1v1 arena build. Zo, met deze. Zo. En dan ga ik een pickaxe swingen. Ga ik zeggen, kom, kom. Buildfight me. Oh, daar is hij. Gewoon blij spelen, jongens. Maar wat was die andere beste dan? Ik ga daar het close-off geleden worden als ik Zebra ga pakken, of niet? Oeh, ik vind het eng, jongens. Ik heb hem hooggevreesd. Er ligt nog loot daar. Oh, hij is daar. Lol. Hit. Hit. Je bent daar gewoon. Ja, ik ben het niet meer, hoor. Oké, ze zijn allebei hier zo. Oh, niks, kom maar op. Oké, ik ga nu zo hard gelezen worden, jullie willen niet eens weten. Dus, kan ik niet weer ergens anders weggaan, please? Ik ga gewoon naar de zon, jongens, bye bye. Ik zie jullie wel in de cirkel, bye bye. Bye bye, jongens, ik zie jullie wel dadelijk in de cirkel, bye bye. Have a great time. Have a great time. Niet kijken naar mij, ik ben er niet. La 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 la. La 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 la. Yo, ik zei toch dat ik ben er niet, bro. Waarom doe je dat? Inderdaad, die moet fighten met die best daar zo. Oh shit, hij is daar onder de cirkel. Ah shit, hij is hier niet. Oh, dit is bad, dit is jacked up. Oké, okay, ik moet niet veel mensen gaan spelen, daar heb ik geen zin in. Oké. Oké, nu gaan we met. Hey, laten we afspreken, enemy. Oké, ik wou net zeggen, volgende met z'n tweeën holden. Maar, laten we focussen op de andere enemy, oké? Ik ga niet meer bij jou schieten, sorry. Laten we focussen op die andere bastard, wacht even. Bro, laten we focussen op die andere. Niet op mij. Dan gaan wij met z'n fighten. Bro, stop eens even. Ik ben niet de enemy. Die andere, hij is de enemy. Oh, nee, dat is een kikker. Kijk, een bushcamp. Kijk, ja, schiet hem. Ja, ik zie hem niet. Hit! Schiet dan mee! Schiet mee dan! Ik ga niet als dit pushen, dan wil ik getrapt worden. Goed zo, sprayen, goed zo! Pap, 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 pap. Geef maar alsjeblieft sikkel. Pap, 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 pap. Haha, lekker jongen! Door, verspil zijn match! Reload? Ja, hij moet ook reload. Oké, nu, 1, 2, pap, 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 pap. Ja toch, let's go baby, let's go! Pap, 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 pap. Oké, reload, 1, 2. Reload 1, 2. Oké, reload 1, 2. Oké, ik moet ook gaan. Oké, hij weet dat ik niet in de muur schiet. Hij niet op mij schieten, jongen. Hé, ik probeer geen huik aan het pakken. Je hebt geen mes meer, bro. Wat doe je nou? Ga je voor high ground? Ben je maar gek in je hoofd geworden ofzo? Ja, spray op hem. Goed zo, crack. Goed zo, spray op hem. Ik ga niet op jou schieten. Spray op hem. Je hebt een kill ofzo. Nu ben ik boos bij jou. Ik ga hem gewoon in een cirkel dichtbeelden. Let's go, family brothers. Als deze video geen like waard was en jouw abonnee niet waard is, word even gratis lid van de Kimba Family. En ga bij een code kwijt in de volgende shop. Want dit wordt eigenlijk wel een leuk potje, Family. Het is al. Het is nu 12:30 s'nachts. Ik kan het je laten zien. Ja, het is 12:30 s'nachts. Kijk. Hier. Zien we het rechts onderin? Hier zo? Ja. Het is 12:30 in de nacht. En ik ben nog steeds voor jullie aan het grinden. Oké? Ik hou van jullie. Gebruik als je code kwijt in de volgende itemshop. Dan kan ik weer in de komende video's giveaways gaan doen. Ik hou van jullie. Like, abonneer. En tot morgen om 7 uur ochtend bij een nieuwe video. Boys!